Vandaag gaan we naar Houten, naar ATM Tuning. De naam zegt het al, tuning, daar kun je je auto laten opvoeren. En als je dat gebeurt, moet je altijd eventjes wachten in een soort wachtruimte. En in die wachtruimte staat een hele mooie dubbele roestvrijstalen machine van ons. Ik praat daar met Sander de Ridder, de eigenaar, en die gaat ons vertellen waarom hij destijds gekozen heeft om met ons in zee te gaan. Omdat hij ook natuurlijk de lekkerste Italiaanse koffie wilde hebben voor zijn klanten. Sander. Meneer Jurgens, goedemorgen. Hoe is het? Uitstekend, hoe met u? Ik heb een doosje koffie voor je meegenomen. Daar is die weer, hè? Ja, we gaan maar beginnen met koffie. Lijkt me een goed idee. Ik denk dat ik maar eens even een mooi cappuccinootje voor je ga maken. Is dat een idee? En als jij dan eens even ondertussen uitlegt voor de mensen thuis waarom jij hebt gekozen. Voor Tjerkel. Voor ons product, ja. Nou, ja, eigenlijk Tjerkel begon het bij het verhaal. Je had een mooi verhaal. Het verhaal klopte aan alle kanten. En dat in combinatie met de kwaliteit van de koffie. Dacht ik, dit is de koffie die ik voor mijn klant graag wil hebben. Wij tunen hier auto's. Dat betekent dat mensen komen hier. We hebben hier een mooie wachtruimte. Die moeten anderhalf, twee uur moeten ze wachten voordat hun auto klaar is. En wat is er niet mooier en lekkerder als daar gewoon een top kopje koffie bij past. Dat klopt. Dat klopt. En het moet gewoon een koffie zijn die eigenlijk vergelijkbaar is als je hem op een terras geserveerd krijgt. En niet anders. Daarbij moet ik ook zeggen dat een van de dingen die mij verschrikkelijk aansprak was het gemak van de machine. Ik plaats een cupje in, ik heb geen losse koffie, ik heb geen shake, ik hoef niet schoon te maken. En ik heb gewoon binnen een half minuut een heerlijk kopje koffie voor de klant. Kijk, daar is die. Het is echt lekkere koffie, hè? Het is toch koffie. Dat is mooi.